Het is altijd verschillend. Ik vind het eigenlijk het mooiste recreatieve fietspad van Flevoland. Dit 10 kilometer lange fietspad kronkelt door bosgebied en over bruggetjes. Van Lelystad tot aan het Veluwemeer. Maar sinds januari is het afgesloten. Omdat er algen groeien op het beton, kan er volgens het Flevolandschap niet veilig gefietst worden. Er gebeuren echt ongelukken, mensen vallen. Nou, dat, zeker tegenwoordig met e-bikes kun je je voorstellen dat het ook met snelheden gebeurt. Mensen lopen bordbreuken op, hebben schade aan fietsen. Dus ja, daar moeten we iets aan doen. Fiets- en natuurliefhebbers vinden het juist jammer dat het geliefde fietspad is afgezet. Sommigen laten zich niet tegenhouden door de hekken en waarschuwingsborden. Nee, van de algengroei merken we niks van. Het is hooguit in het najaar een keer tot er na een nachtvorst een soort al blad op één plaats valt. Maar dat is ook met 2 weken is dat vaak weg. Die borden van Knipscheer die ze er nu neergezet hadden, hadden ze ook officiële verkeersborden neer kunnen zetten van let op glad of zoiets. En dan is de verantwoordelijkheid ligt bij mij en niet bij het Flevolandschap. Wij zien natuurlijk ook dat het pad gebruikt wordt, dat mensen toch erover gaan. Alleen het is echt voor eigen verantwoordelijkheid en dat willen we wel onderstrepen. En mensen moeten zich wel beseffen dat we het niet voor niks dicht doen. Dus er zijn echt wel ongelukken gebeurd waarvan wij de ernst in zagen en tot deze drastische maatregelen zijn overgegaan. Ook een regelmatige veegbeurt helpt volgens het Flevolandschap niet om het fietspad veilig te houden. Om het fietspad te vernieuwen en structureel algenvrij te maken is 4 ton nodig. En dat geld hebben ze niet. Wij krijgen hier geen subsidie voor van de provincie. Wij zijn in eerste instantie zijn we een natuurbeheerder. Wij beheren meer dan 50 natuurgebieden in Flevoland. Daar gaat ons geld naartoe. En we willen natuurlijk ook best investeren in infrastructuur. Alleen dit gaat om dergelijke bedragen dat we dat niet kunnen doen. En daarom hopen ze dat gemeente Lelystad of de provincie het beheer van het fietspad over wil nemen. Tot die tijd blijft het pad waarschijnlijk officieel gesloten. Maar fietser René trekt zich daar weinig van aan. Ja, net als heel veel medemensen met mij. Dus we gaan gewoon door. Het is het mooiste fietspad wat er is.